Jip Vasterburg, jij wordt Nederlands kampioen dames senioren. Hoe is dat? Ja, dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel om dat te worden. Ja, dat is, het is volgens mij mijn tweede NK bij de senioren. En dan nu een titel te pakken, dat is wel echt super vet. Ja. Wij kijken de weg af. We denken, we zien Adrienne Hetz ook. Maar we zien Jip Vasterburg. Ja, we hebben eigenlijk al de hele tijd gelijk opgelopen. Dat moest wel een paar keer lossen. Maar ja, dan kom je toch weer bij. Dan kom je tegen de wind. En dan kan je elkaar natuurlijk heel goed opzoeken. Dus ik heb eigenlijk helemaal gevolgd. En de laatste, na 800 meter ben ik versneld. En toen was het ook niet meer omkijken en gewoon gaan. En dan kom je ineens alleen over de finish. Dat is wel echt bizar, ja. Ik hoor een oerkreet. Ja, dat was wel even een ontlading. Natuurlijk het voorseizoen of net na de EK geblesseerd geraakt, 6 maanden eruit, of ja, eruit gelegen. En dan nu zo snel mijn niveau weer pakken en gewoon zoveel sneller dan vorig jaar. Dat is echt super tof. Je bent nu weer heel bezonnen, maar zo net vond je het allermooiste toen je over de finish kwam. Ja, en ik moest ook super hard huilen bij mijn moeder. Ja, dan kom je bij je ouders en dan, dat is gewoon ongelooflijk, ja. Je steunt toch door dik en dun, hè. Dus dan komt de ontlading toch echt vrij. Ja, dat is mooi. Maar dan zien we de sportvrouw. Ja, ja, zeker. Maar dan ben ik ook in hart en nieren. Dus wat dat betreft, ja. Ja, wat een week, hè. 8 van Apeldoorn, dat ging ook knetterhard. Het ging hartstikke goed. En vandaag gaat het weer zo goed. Ja, vandaag verhouding harder. Ja. Ik wist al, vorige week zat het gewoon nog goed. Als je dan 26-30 loopt met 4 vingers in mijn neus, dan weet je gewoon dat de vorm goed zit. En daarna had ik wel eventjes moeite om het vast te houden. Maar misschien is het juist ook wel weer goed om daarna weer je niveau weer op te pakken eigenlijk. Ik sprak een paar coaches hier, die zeiden die vaste, dat wordt er één. Ja, dat zeker weten. Is er alleen? Dat is er alleen, maar die hoort nog veel beter. Wat was je tijd eigenlijk? Ik heb het helemaal niet naar me gekeken, omdat het zo spannend was aan de finish. Maar wat was je eindtijd? Volgens mij 32:45. Nou ja, en dat was vooraf dit seizoen toen ik liep, was dat mijn doeltijd voor Stanford. Dus wat dat betreft kunnen we die wel een beetje bijgestellen, denk ik. Ja, geweldig. Hey, we spraken ook met Adrienne. Ze zei, ze heeft slim gelopen. Een beetje in mijn rug, gewoon wachten. Dat is goed, hè? Je moet even het moment afwachten. Ja, nee, dat is ook zo. En je weet gewoon dat het slecht weer is. En ik dacht zelfs nog dat ik de laatste 100 meter af zou wachten. Maar ja, ik zat zo makkelijk. En dan ineens versnelde ik ook zonder dat ik het heel bewust deed. Of zo. Dat is gewoon een beetje gevoel. En ja, als je dat gevoel in je vingers hebt, dat is voor het toernooi ook wel heel belangrijk, denk ik. Ja, je trekt je lijn van 2013 heel mooi door, hè? Ja, lijkt me goed. Dan gaan we zeker zo vasthouden. En nu richting Stanford? Ja, nu richting Stanford. Dus eerst nog dinsdag op trainingstage in Portugal 2 weekjes. Want hier, je ziet het weer buiten. Het is regen, wind en kou. En dan kan ik toch nog even lekker wat baantraining in de warmte doen. En dan gaan we in Nederland de puntje op de i zetten. Ah, we hebben hier vandaag al heel wat bikkels gesproken. Maar jij bent ook een bikkel, hè? Want dit heeft wel wat, hè, dit weer. Ja, zeker wel. Weet je, we liepen in de duinen. Echt, die wind die kwam ineens van voor en dan kwam die van naast. En dan al die regen erbij. Maar ja, ik hou er wel van. Wat dacht je onderweg? Van die titel die kon ik wel eens pakken. Ja, ik heb van tevoren in de spiegel nog gezegd, ik word Nederlands kampioen. Dus ja, je moet er ook wel in geloven om het te worden. En ja, onderweg alleen maar gewoon gedacht, gewoon in het hier en het nu blijven. Niet over de finish denken, niet de passen na die je al gehad hebt. Gewoon alleen maar denken op de passen die je nu loopt. En dan moet je gewoon je hoofd erbij houden eigenlijk. Ik hoor ook een beetje de stem van Johan Voogd. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, hij is natuurlijk wel ook wel van het hier en nu, maar ja, weet je, het is ook wel hoe ik zelf wil lopen. Dus wat dat betreft zitten we op één lijn. Dus vanmorgen keek je echt even in de spiegel en zei je van, je keek jezelf goed aan, nu gaat het gebeuren. Ja, Johan zou, je ziet er scherp uit. Ik zei, zo voel ik me ook, dus dat scheelt. Nou ja, ik bedoel, vorm is natuurlijk ook een gevoel wat je hebt. Ik bedoel, je had deze week misschien al het gevoel van het zit er gewoon in. Ja, vorige week natuurlijk al. Als je zo goed loopt op zondag vorige week, ja, dan weet je gewoon dat je goed zit. Dus ja, dan hoef je het alleen maar vast te houden. Nou, kijk nog eens goed in de camera, want dit is de Nederlands kampioen senioren 2014. En die gaat ook naar het EK. En wie weet, wie weet. Ja, wie weet. Je weet het nooit, hè. Ja. Jip Vasterburg, hartelijk bedankt en gefeliciteerd met een prachtige titel. Ja, dank u wel.